Hoi jongens, ik heb vandaag eens een keertje een andere video dan normaal. Namelijk geen weekvlog, maar een shoplog. Want ik mocht bij Chiquelle een paar producten uitzoeken en ik ben bij Reiners Foodfest geweest. En daar heb ik echt heel veel leuke dingetjes kunnen scoren. Dus ik dacht, ik maak er gewoon lekker een try-on shoplog van. Dan kan ik het ook meteen even laten zien hoe alles staat. Alleen heb ik weer natuurlijk weer de pech dat de dag dat ik deze video opneem het echt heel erg aan het stormen en het regen en het onweer is. Dus het is waarschijnlijk een beetje donkergrauw licht. Ik heb er zoveel mogelijk aan gedaan om het zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben het niet echt gewend zo voor een camera zitten. Meestal heb ik hem echt zo in mijn hand. Dus oké, het is een beetje apart. Maar ik ga beginnen. Van Chiquelle heb ik als eerste deze super lekkere trui. Hij is echt, als jullie het konden voelen jongens, hij zit zo zacht. Dan heeft hij hier een hele mooie V-hals. Ik heb hem in de maat, oh het was trouwens one size deze trui. Dus er is maar één maat. Maar hij kan heel erg uitrekken, maar hij valt ook gewoon, zeg maar, ik denk dat best wel veel mensen hem kunnen passen. Want hij, zo is hij gewoon best wel klein, maar hij is heel erg rekbaar, zeg maar. Dus deze witte, super zachte trui van Chiquelle. Ik vind hem ook echt heel leuk staan. Ik zal alle linkjes van alle producten in de beschrijving zetten. Dus mocht je deze trui nou ook willen bemachtigen, klik op het linkje in de beschrijving. Want ik beloof jullie, hij zit echt heel zacht. Dan heb ik van Chiquelle een wit topje. En het komt zeg maar zo net onder je BH en dan met lange mouwen. En dan zo over de shoulder. Ik vind het echt super leuk voor in de zomer. Lekker op een broek, op een lange broek of op een rokje. Heel leuk, zo'n wit topje. Ik heb hem in een maatje XS. En hij viel gewoon goed bij mij. Ik vond dat alle maten gewoon op maat vielen. Niet dat het groot of klein viel. Dus hier ben ik ook echt heel blij mee voor de zomer. Lekker ook als ik op vakantie ga. Super topje. Datzelfde topje in het wit heb ik ook in het zwart. En die vind ik natuurlijk ook leuk voor de zomer. Maar ik vind dat je deze ook echt heel leuk aan kan doen met uitgaan. Als je bijvoorbeeld een glitter flare broek aandoet of zo. Of gewoon een zwarte flare. Ik weet niet. Dit lijkt me gewoon echt zo leuk staan als je uitgaat. Misschien als je het te bloot vindt een beetje met een jasje erop. En het is precies dezelfde als die witte. Het is ook dezelfde maat natuurlijk. Deze twee topjes ben ik gewoon echt super blij. En die ga ik sowieso heel vaak dragen. Dan als vierde item van Chiquelle. Dus het laatste item wat ik van Chiquelle heb. Is een heel lekker joggingpakje. Het is een legging en die is ook echt heel erg rekbaar. En zoals je ziet heeft hij zo'n ribbelstofje. Nou, daar hou ik echt zo erg van. Dus deze legging. En er zit bij dit topje. En die heeft aan de voor- en achterkant een hele mooie V-hals. Dus ik vind dit echt heel leuk bij elkaar. Vooral met dit weer. Als het dan van het viezige, regenachtige, donkerige weer is, vind ik dat heel leuk om dat te dragen. Ik hoop echt oprecht dat ik niet al te donker ben. En dat je me gewoon goed kan zien. Want ik haat dit grauw weer echt. Maar met dit Chiquelle pak ben ik dus ook echt blij. En ik heb het trouwens in een maat, ook in XS. En bij mij viel die gewoon allemaal goed. Ik heb altijd maat XS. En ja, alle producten vielen gewoon naar hoe ze op de site stonden. Dan ga ik nu door naar echt mijn meest favoriete winkel ooit. Reiners Food Fashion. Daar ben ik ook even losgegaan. Daar heb ik echt een aantal hele leuke zomer items kunnen scoren. Als eerste heb ik dit hartstikke leuke zomerjurkje. Echt, ik vind dit zo leuk. Ik kan of voor een festival of voor gewoon in de zomer of een feestje. Ik vind het echt zo leuk. En hij zit hier, zeg maar, best wel strak bij je billen. En dan daaronder heb je zo'n ruffel. Ik heb hem in een maatje XS ook. Natuurlijk weer. Dus ja, deze. Ik vind hem echt zo schattig. Ik vind hem echt leuk. Ik ga deze denk ik echt heel vaak dragen in de zomer. Als het weer lekker het zonnetje schijnt. Want hij zit dus off the shoulder. Dus je schouders kunnen ook meteen lekker mee bruinen. Het is natuurlijk ook helemaal top. Dan heb ik iets heel leuks. Het is geen kleding. Maar dat kan je dus wel heel goed combineren met kleding. Het is namelijk deze belt bag. En hij heeft van die goudachtige bolletjes erop. En dat staat dus ook bijvoorbeeld bij die jurkje. Staat het echt heel leuk. Echt, ik hou van die buiktasjes. En deze is heel erg plat. Dus meestal heb je echt zo'n bol op je buik zitten. En bij deze niet. Dat past wel echt alleen maar naar je telefoon en je pinpas in. Maar ik vind het niet erg. Ik vind deze echt te cute. Die ga ik lekker dragen naar festivalletjes. Of gewoon in de zomer. Bijvoorbeeld op zo'n jurkje. Alles wat ik heb gekocht bij Reiners Food Fashion past ook wel een beetje bij elkaar. Dus je kan het ook lekker combineren met elkaar. Eigenlijk, eerlijk gezegd,
in die winkel. Volgens mij hebben ze er een beetje op expres gedaan dat je echt heel veel dingen met elkaar kan combineren daar. Dus dat is echt super fijn. Ze geven je ook heel goed kledingadvies. Dus als je even niet weet wat je wil of als je gewoon een leuke outfit wil wat bij elkaar past, maar je hebt geen idee of inspiratie of zo, dan geven ze je daar hele goede tips. En dan kijken ze echt rustig met je mee. Dus mocht je het niet weten, ga even langs. Dan heb ik bij Diners Food Fashion dit te leuke roze off-shoulder topje gehaald. Ik merk nu dat ik echt heel veel off-shoulder dingen heb. Maar ja, het wordt toch zomer, dus maakt niet uit. Dit hele leuke roze topje. Ik vind het echt heel leuk staan op een spijkerbroek. Lekker voor als je ergens heen gaat in de zomer. Goed verhaal. En hetzelfde topje heb ik ook in het wit. Toen had ik nog niet het pakketje van Chiquelle gekregen. Dus wist ik niet dat ik ook een witte met lange mouwen had. Maar nu heb ik dus ook een witte met korte mouwen. Maar ik vind het niet heel erg. Want die lange mouwen kan je ook gewoon aan. En deze korte als het net wat warmer is. Of als je naar het strand gaat. En nu heb ik dus van deze een witte en een roze. Vind ik allebei echt heel leuk. Want ik had niet echt zomertopjes of zo. Dus ik ben heel blij met deze twee topjes. Dit is echt één van mijn favorieten wat ik bij Reiners Food Fashion heb gekocht. Dit broekje. Het lijkt op een rokje, maar het heeft zeg maar zo'n flap van voor die je zo naar voor kan doen. Dus het is eigenlijk een broekje. Maar het lijkt op een rokje. Echt, ik vind het zo leuk. Vooral dan met een van die witte topjes erop. Vind ik het echt super leuk staan. Voor de zomer lekker zomers outfitje. Lekker echt leuke kleurtjes vind ik het ook. Dus deze. En hij heeft van die leuke ruffeldingen eraan. Dus hier ben ik ook echt heel blij mee. En die ga ik sowieso heel vaak dragen. Het heeft niet een katoen stofje, maar een soort, ik kan niet echt uitleggen, zet het erop wat voor stof het is. Een soort wat harder stofje of zo. Maar ik vind dat dus echt heel chill in de zomer. Omdat het zo gewoon lekker luchtig is. Dus ja, zoals ik net al zei, ik ben hier heel blij mee. Dan heb ik bij Diners Food Fashion dit hele leuke jurkje gehaald. Ik vind dit echt ook leuk voor feestjes of als je uitgaat. Ik heb hem al een keer aangehad vorige week toen ik uitging. Of gewoon naar het strand. Dat is zo'n heel leuk zomers kort jurkje. En hij heeft van die gouden lijn detail dingen. Gouden glitters. Dus ik vind het echt zo leuk. Dan heb ik ook bij Reiners Food Fashion iets gekocht wat heel leuk staat op dat jurkje. En dat is, even kijken hoe doe ik hem goed. Dit riempje. Die doe je dan gewoon zo om je middel. En bij dit jurkje, omdat het allebei dus goud is, vind ik het echt heel leuk staan. Lekker met laarsjes erbij. Of met een leren jasje erop. Deze munt die eraan zit vind ik ook echt heel leuk. Dat hangt dan zeg maar zo aan de zijkant van je heup. Dit bij elkaar vind ik dus echt hartstikke leuk staan. En dan mijn laatste item van Reiners Food Fashion. Heb ik hetzelfde jurkje die ik heb in het zwart. Maar dan ook in een crème kleur. En dit vind ik dan dus echt heel erg leuk voor over je bikini zeg maar. Want hij schijnt wel lichtelijk door als je zwart ondergoed aan hebt. Maar ja, ik had hem gisteren bijvoorbeeld gewoon aan op, want toen was het dus nog wel heel zonnig. Had ik hem gisteren gewoon aan op een normale dag. En toen was het dus, stond het dus echt heel leuk. Er kwamen twee meisjes in de supermarkt naar me toe. En die vroegen waar ik mijn jurkje had gekocht. Dus dat is denk ik een goed teken. Die heeft ook hetzelfde. Van die gouden lijntjes eraan. En deze vind ik dus bijvoorbeeld heel leuk staan met die beltbag die ik heb gekocht. Dat had ik dus gisteren aan. En dan ook met lekker met laarsjes onder. Ik ben echt super blij met alle zomeritems die ik heb gehaald. Ik zal alle prijzen en linkjes hieronder in de beschrijving doen. En dan, voordat ik de video afsluit, heb ik nog iets heel leuks. Ik heb namelijk een kortingscode van Chiquelle. Die staat hieronder in beeld. Het is Stijn20 als het goed is. Dus dan kan je op het linkje in de beschrijving klikken welk product je wil. Of je kijkt nog eventjes verder. En als je dan mijn kortingscode intoetst, dan krijg je 20% korting op je aankoop. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat waren de items die ik heb bemachtigd. Mijn lekkere zomeritems. Ik ben er echt heel blij mee. Ik ga alles sowieso heel vaak dragen. Ik vind ook echt alles wat ik heb gekocht bijna even leuk. Natuurlijk een paar dingen springen er echt uit die ik heel leuk vind. Maar ik ben er super blij mee. Ik kan niet wachten tot het weer wel lekker weer is in plaats van dit onweer donkerachtige weer. En dan ga ik alles natuurlijk heel vaak dragen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een keertje iets anders dan een weekvlog. Klik op het linkje in de beschrijving als je dus 20% korting wil. En dan hoop ik jullie dinsdag weer te zien bij een nieuwe weekvlog. Bedankt voor het kijken.